Er komt nu een apart asielzoekerscentrum voor homoseksuele vluchtelingen en lesbiennes. U bent er tegen? Ik ben er tegen. Uw eigen partij, de PvdA, heeft deze week voorgestemd. Ik ben er tegen. Om dit te realiseren. U zegt niet doen. Nee, niet doen. De VVD zegt het met u mee. Zegt ja, ook het is niet een doen. Heel slecht signaal. Heel slecht signaal. Want? Niet doen. Wat is het signaal wat je geeft? Omdat je op die manier de homo's of de christenen, want dat is nu ook een nieuwe groep in de motorcentrum, vanaf dag 1 gaat isoleren en daar een veiligheidsvraagstuk van maken. Is dit de kern? Is dit het meebuigen wat uw partij vaak gedaan heeft, de PvdA? Het theedrinken, wat verweten werd, waarvan u zegt, doe het nu niet, want wees duidelijk, wees streng tegen de daders, niet tegen de slachtoffers. Nou ja, kijk, de roep om deze groep te beschermen, die snap ik. Hmm. En ik ben ook voor, want je moet iedereen beschermen. Tuurlijk. Maar je moet dat niet in aparte voorzieningen doen. Je moet daar waar ze met anderen zitten, daar moet je de veiligheid ook aanbieden en de veiligheid ook garanderen. Ik vind het echt een hele slechte stap. Ik kan daar ook heel boos over worden. Niet doen. Wat mij betreft zou ik de Kamer willen oproepen om dat alsnog te heroverwegen. Een hele slechte stap. Je moet enorm tekeer gaan tegen degene die onvrijheid en geen tolerant gedrag ten opzichte van homo's en christen zouden op nahouden. Dat moet je dus vooral niet doen. Dat is echt heel slecht om in die beweging mee te gaan. Je moet streng zijn naar dat andere kamp. Van meet af aan hele harde grens trekken. Van als dat het is wat je bedoelt in het land, moet je je ernstig afvragen of je hier terecht zit.